Heel lang geleden, toen de Romeinen de Nederlanden ontdekten, vroegen zij zich af of dit land was of water. Wat zou het zijn? Rivieren zochten hun weg naar de zee en om de havenklap stonden grote gebieden blank. Mensen woonden op met hun handen opgeworpen hoopjes klei om droge voeten te houden. Toen bedachten de Nederlanders dijken. Lange aarden wallen hielden de rivieren binnen bedachte paden. De mensen zetten het water naar hun hand en gingen handel drijven. Groeven sloten en pompten met windmolens water van beneden naar boven. Ze maakten zelfs land uit water. Zo creëerden onze voorvaderen ons land. Toch ging het regelmatig mis. Dan regende het te hard of braken de dijken. Daarna werden de dijken weer een klein stukje hoger en steviger gemaakt. In de laaggelegen polders konden daardoor steeds meer mensen gaan wonen. Er werden wegen aangelegd, huizen gebouwd, er graasden koeien en er groeide graan. Het werd steeds drukker achter de dijken. Nu woont er achter diezelfde dijken een welvarend en tevreden volkje. Maar om te voorkomen dat we straks weer met hoogwater op een kluitje op een heuveltje moeten zitten, zijn de waterschappers 24 uur per dag bezig om het water in goede banen te leiden.